Welkom, welkom aan alle schorpioenen. Voor jullie horoscoop voor de maand juli 2012. Wel eigenlijk, het is een soort van continuering van vorige maand. Wat er gebeurd is astrologisch van vorige maand, tijdens de maand juni. Ook weer een heel grote nadruk op de waterhuizen. En schorpioen is een waterelement, is waterteken, sorry. Een waterteken, dus normaal gezien gaat het deze maand ook weer over transformatie, ook weer over hoe ga ik om met taboes in mijn leven. En hoe ga ik die laatste stukjes die ik nog moet verwerken, hoe ga ik dat doen? Nu, waarom denk ik dat het zo zal zijn? Een aantal planeten, waaronder Mars, in de traditionele astrologie is Mars de heerser over schorpioen. In de moderne is het Pluto. Het is hoe je het bekijkt. Maar Mars gaat dus van het 11e huis over naar het 12e huis. Voor de schorpioenen. Een ganse maand. Vanaf de 4e juli. Saturnus is daar al. In het 12e huis. Voor een lange tijd al. Het eigenlijk beëindigt het bijna zijn traject doorheen het 12e huis. Het 12e huis gaat over. Dat is een. Dus een privaat huis. Het is een huis van het onbewuste. Van een dieper proberen in te zien wat we precies gaan doen om zaken te ontvluchten. En Mars is de planeet van actie. Dus je zal daar gedurende deze maand meer nadruk op leggen. Mars in het 12e huis kan betekenen dat je wat minder energie hebt. Maar in feite wil dat gewoon zeggen dat je. Dat het niet het moment is om te schijnen en niet het moment is om nieuwe zaken te beginnen. Het is wel een moment om introspectie te doen. Het is het moment om na te denken over de dingen die je doet, die je eigenlijk niet wil doen. Daar gaat het over. Mars die gaat een oppositie maken in het midden van de maand met Uranus en een vierkant met Pluto. Dus er kan daar iets gebeuren dat Mars opposiet Pluto, opposiet Uranus is sowieso iets dat plotseling gebeurt. Of een actie die gebeurt die wat schokkend kan zijn. Maar het hoeft daarom niet slecht te zijn. Want Mars tegelijkertijd gaat ook een driehoek maken met Jupiter. En dat is een hele goede transit. Doorheen de hele maand van juli zal Mars een driehoek vormen met Jupiter. Zorgt voor zelfvertrouwen. Zorgt voor als we zaken willen doen dat we ons daar goed bij voelen. En Jupiter is in het 8e huis. Dus ook weer dat waterhuis. Het waterhuis waar ik vorige keer over verteld heb. Jupiter is niet alleen daar, maar ook Venus. Dus die twee goede planeten werken nu ideaal op het gebied van als je jezelf veel beter wil leren kennen. Ik denk dat schorpioenen dat is sowieso het teken dat zichzelf al heel goed kent. Misschien wel het best van alle tekens. Maar om nog dieper te graven en zichzelf nog beter te begrijpen. En dit op een hele goede manier en op een rustige manier. Dat reflecteert Venus en Jupiter in het 8e huis. Ook door intimiteit te hebben met iemand anders. Of door op zo'n een connectie te vormen. Een diepere connectie te vormen met iemand. Met een speciaal iemand. Op de achtergrond heb je dan ook nog Mercurius. Die een ganse maand in leeuw. Zal lopen en dat is in jouw 10e huis. Het huis van het werk, het huis van sociale status. Dus het kan zijn dat, omdat het retrograde loopt vanaf het midden van de maand, dat je daar je bedenkingen hebt of je zaken die je wil opnieuw doen of zaken waar je nieuwe gedachten hebt of andere gedachten, niet zozeer nieuw, maar zaken die je opnieuw zal bedenken omtrent jouw job. Het laatste wat ook interessant is, en de zon. De zon die gaat ook het einde van de maand, zo de derde week van de maand, ook in dat 10e huis. Dus er is toch een spotlight op jouw 10e huis, het huis van je carrière. Dus het kan zijn dat je daar ook wel wat aandacht gaat aan geven om een manier te bedenken van hoe kan ik beter schijnen op mijn werk? Hoe kan ik meer tonen wie ik zelf ben op mijn werk? Neptunus gaat de hele maand retrograde. Die loopt nog altijd in uw 5e huis, het huis van de creativiteit. Wat goed is. Neptunus kan ertoe bijdragen dat je creatief probeert te zijn. Maar het is retrograde, dus het zal wat minder op de voorgrond komen.
En het laatste dat nog interessant is, is dat Juno. Dat is een hele kleine planetoïde die dus momenteel doorheen het einde van Schorpioen loopt. Dus heb je planeten of een ascendant tussen 20 en 30 graden van Schorpioen, dan ga je dat voelen. En het is dus een planeet die te maken heeft met commitment, die te maken heeft met een band met die ene persoon, een band met... En voor degene die al een relatie hebben, kan het zijn dat je nu echt tot de conclusie komt van ja, dat is een goede relatie, het is al altijd geweest, maar het gaat nog verstevigen. Dus dat is een goede transit en een interessante transit op relatiegebied, die kleine planeet Juno. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik wens jullie het allerbeste voor de maand juli. Als jullie in de buurt zijn van Gent, van Mariakerke, ik zit 20 dagen gedurende juli en augustus in het Parkcafé. Ik ga de link hieronder plaatsen. Als jullie ook geïnteresseerd zijn, dus voor readings, ik geef daar readings tegen een heel schappelijke prijs. En als je geïnteresseerd bent om meer te weten omtrent Pluto-Uranus aspect, dat vierkant, ik heb ook video's helemaal van onder, als je helemaal naar beneden scrolt op mijn YouTube-channel over Pluto en over Uranus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.